Ja, bekendheid met z'n allen. Videogames, mijn god. Het zijn misschien meer dan miljarden videogames op dit moment voor elke console te krijgen. Voor de PlayStation, Xbox, Nintendo. En natuurlijk voor de Play Store en de App Store. Mijn god, wat een hoop. Net zoals deze bakbeesten. De PlayStation 4 en de Xbox en Nintendo Switch. My goodness, wat een hoop games zijn ervoor gekomen. En begon ooit jaren geleden met deze knakker hier. De eerste PlayStation. De PlayStation 1 werd die genoemd. En toen verscheen ze opvolger, de PlayStation 2. Die kwam uit in 2001. Hier is ook een overzicht aan computerspelletjes. Hier zie je Nintendo blok. Nintendo games, Xbox, PlayStation controller, noem maar op. Ja, in de loop der jaren is alles veel veranderd. Hoe kan dat nou? Dat komt natuurlijk onder mensen die creatief zijn. Dus de creatieve kanten van mensen zijn begaan denken van, oké, het is nu dit jaar, waar zitten jeugd of de kinderen op te wachten? Nou, gewoon dit soort dingen, zoals Mario is ontzettend nog steeds populair. Sonic, die is altijd populair. De meeste mensen kennen Sonic wel. Zelda is nog steeds populair. Donkey Kong weet ik niet. Er is ook een nieuwe Wario game uitgekomen. En ja, dat soort dingen. Of GTA 5. Of GTA Chinatown. De game die ik jarenlang geleden heb gespeeld met veel plezier. Of deze GTA heb ik ook nog heel lang gespeeld. GTA San Andreas, GTA 4. Ik heb elke GTA gespeeld die er bestaat. En my goodness, dat was een hoop werk. En we hebben tegenwoordig de Nintendo Switch. Een handheld game. Voor in huis. Niet een PlayStation die je uren moet opwachten voordat je opgestart is, of een Xbox. Gewoon dat. En je hebt ook van die spelapparaten, zoals dat van die gamehall dingen. Die zijn er ook nog. Of gamekasten, zoals voor de computer. Dus we kunnen wel zeggen dat in de loop der jaren veel veranderd is. En als je aan mij afvraagt van wat is jouw favoriete gameconsoleapparaat? Die van mij is gewoon echt gewoon PlayStation. Ik hou van PlayStation, de manier van de games die in elkaar zit gewikkeld en dergelijke. Ik ben gewoon een PlayStation fan. Ik heb de PlayStation 3 en de PlayStation 4 heb ik. Misschien een keer een 2 erbij en de PlayStation 1 en de PlayStation 5. Ik ben echt een PlayStation fan, maar ik ben ook een Nintendo fan. Ik vind Nintendo games gewoon echt geweldig. Vroeger hadden we nog dat was echt in mijn jeugd toen. Echt toen 7, 8 jaar oud. Hadden we toen nog de Nintendo Wii. Dat was zo'n, voor mensen die niet weten wat het is. Dat was zo'n kastje. Net zoals dit ding. Een wit kastje. En daar kon je een CD in stoppen. Een spel-DVD in stoppen. En dan had je zo'n vierkant. Net zoals die Wii. Had je zo'n controller met pijltjes en dergelijke, met een getalletje. En toen, dan kun je dat neerzetten. En dan kun je gewoon spelletjes op spelen. Die tijd was erg populair. En ja, als ik heel eerlijk ben, wil ik deze hebben. De PlayStation 5. Want ik hou van die games. Maar zo begon het ook vroeger. Bij Nintendo. Dit is de eerste Nintendo. Dat grijze kastje. Toen kreeg je deze Nintendo. Deze. Dit is ook een heel oudje. En die ook. En toen die kwam Pasen. En dit is toen. Kijk, dit bedoel ik met die witte dingetje. Dat laatste met die draad. Dat is van de Wii. My goodness, wat heb ik daar een hoop spelletjes op weggespeeld. Kijk, hier heb je nog een duidelijk overzicht. Hier in de midden, zijn gedeelte, die witte met die blauwe vlak. Dat is gewoon de Wii.
En de opvolger, de Wii U, staat er ook bij. Dus je kunt wel zeggen dat we eigenlijk heel veel Nintendo's hebben gehad. En ja, ik weet één ding zeker, Nintendo gaat nooit stoppen. Nintendo 64, populair. PlayStation 1 en 2, populair. PlayStation 3, ook populair, maar sommige mensen waren een beetje boos. Omdat je heel snel kramp in je handen krijgt, in je vingers. Nou, ik heb er persoonlijk geen last van gehad. Ook als je dit afbeeldje ziet. Het is echt wel altijd ruimte ingebleven onderin. Dus conclusie, dat ziet er gewoon mooi uit. En ja, we kunnen wel door blijven lullen over videogames. En als ik heel eerlijk ben, wat voor games ik leuk vind. Ik vind GTA 5 leuk en heel af en toe nog op z'n tijd Minecraft. En dat zijn eigenlijk gewoon de enige twee games die ik nog een beetje speel. Fortnite speel ik niet meer. Daar ben ik mee gewoon gestopt. Daar heb ik altijd geen zin meer in. Maar ja, en binnenkort misschien kijken voor een paar games erbij. En dan een keer weer proberen te streamen. En dan ga ik gewoon weer een te gekke serie maken. Dus jongens, abonneer op mijn kanaal. Vergeet zeker niet te liken, subscriben en te geven. Laat eens.